Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij alweer de tweede aflevering van F1 23 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schraven en vandaag gaan we dus verder voor aflevering nummer 2. Dat had u echt niet verwacht. In de vorige wedstrijd hadden wij gelijk een punt te pakken in onze debuutrace. We werden 10e. Dat was goed om te zien. Hopelijk dat we vandaag in Australië weer naar de punten kunnen toerijden. De kwalificatie gaat misschien lastig worden. In de openingsrace had ik dat al gemerkt. Er komen wel wat updates aan van de faciliteiten en van de research and development actie. Dus ja, auto wordt langzamerhand wat beter. Maar goed, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 23 My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Ja, gisteren was een bijzonder geval. Omdat dan, ik had gelijk het spel, dus ik kon gelijk beginnen met uploaden. Dus daardoor was vrijdag... Was ook al een uploaddag. Goed verhaal. Maar goed, dat is alleen maar in het bijzondere geval dus. Nu weer terug naar het oude schema. En ja, ben je nog niet geabonneerd, gewoon even doen. Schakel ook net dat belletje aan, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. En volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Het zou leuk zijn als je dat zou doen. Voel de tijd even door. Komen wat updates aan. Moeten we even een personeel department even gaan uitvoeren. Heeft volgens mij te maken met Richard Verschoor. Pace of awareness. En we gaan voor awareness dat Verschoor wat beter oplet. Dat hebben we dus gedaan. Kalender. Ja... Niet de kalender, maar goed. De agenda is opgevuld. Hebben we wat geld over. Kunnen daar wat dingen mee gaan doen. Voor de faciliteiten kopen we er eentje van de powertrain. En is het op naar de kwalificatie voor aflevering nummer 2. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1. En kijken of wij ook door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Kijken ook waar Richard Verschoor zal gaan eindigen. DRS hier dus geopend. En zometeen dus een eerste run gaan noteren. Verstappen met de snelste tijd tot nu toe. En DRS is weer geopend. En dan laten wij een 1.20.4.9.5 noteren op 1,1 seconde van Verstappen. Is nogal groot, maar goed. Het seizoen is nog lang. My team is pas net begonnen. Dus ja, de auto is gewoon nog niet op zijn best. Tweede en laatste run hier in Australië voor Q1. Op dit moment zijn wij door naar Q2 met een P12. En pakken een paar tienden goed op onze eigen tijd. En gaan daar een beetje te wijd. En dat is een waarschuwing. En helaas staan wij in sector 2 rood. En een klein beetje overstuur. En onze tijd is helemaal weg. Geen verbetering voor ons. Dat betekent nog steeds een P12 met er ongeveer 20 seconden in Q1. Maar dan heeft iedereen zijn ronde verbeterd. En dan staan wij op een P17. Komen maar... Wat is het? 17.000 tekort op Nico Hülkenberg. Geen probleem. In de race kan alles gaan gebeuren. Dus ja, daar gaan we dan voor aflevering nummer 2. Few places embrace Formula 1 like Melbourne. It is a truly brilliant sentence to say. Welcome to the Australian Grand Prix. We're close to Port Phillip Bay for today's race at the 3.28 mile Albert Park circuit. It is very bumpy out there on the surface of the racetrack. 14 corners, some of which were remodeled in 2022. We have wet conditions today, so watch out for a safety car at some point during the Grand Prix. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. It's Sergio Perez on pole today, and it's Charles Leclerc in P2. Considering the rest of the grid we have,
Verstappen, Russell, Hamilton, Fernando Alonso, Norris, Gasly, Ocon, Bottas, Stroll, Tsunoda, Hülkenberg, Albon, Sainz, Joe, the Professor, Oscar Piastri, Magnussen, Richard Vasseur, De Vries, Richard Vasseur. Which of these talented drivers will come out on top today? And we welcome Natalie Pinkham to a dry Convox. I'm glad we're up here because it is very, very wet out there for the fans. Well, first and foremost, I'm looking forward to staying dry here in the commentary box. Thank goodness. The rain, though, does add an extra level of spice, doesn't it? Okay, we've got that relief of having points on the board finally. So let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. Moeten dus opnieuw een top 10 finish zien te behalen. Nou, dat gaat nogal lastig met de regen op P17. Het wordt aan het einde van de race wel droog. Dus laten we kijken wat het dus gaat worden. Voorlopig een geen stopper. 20 rondes lang. Nemen wat extra brandstof mee vanwege dat droge gedeelte op het einde van de race. En dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde. Starten op een P17. Voor thuisheld Oscar Piastri. En komen gewoon normaal weg. Nu is het tijd om die intermediates op te warmen. De remmen op te warmen. En dan gaan we zo meteen beginnen voor de start van aflevering nummer 2 van F1 23 My Team Career Mode. En dan komen we aan bij de startprocedure. En dan is de vraag, komen wij goed of slecht in onze gridpositie terecht? De game zegt van niet, maar blijkbaar stond er wel 0,2 meter ervan af. Goed, geef niks, geen probleem. We gaan gewoon beginnen voor aflevering nummer 2 van F1 23 My Team Career Mode. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. Komen moeizaam weg en Oscar Piastri is al beter weg. Maar wij gooien de overtakenknop aan. Hier is iedereen wat langzamer weg. Zou verdedigt die binnenkant. We vinden daar een gaatje. En dat is P13... P14, Tsunoda aan die binnenkant. Wij hebben hier de overtakenknop aanstaan. Bottas is ook hier al gepasseerd. Iedereen laat ruimte aan de buitenkant, waardoor wij heel veel posities kunnen goedmaken. Vreemd, want de AI staat gewoon op 90. Normaal doen ze dat niet, of ik moet hem naar 92 zetten voortaan. Misschien kunnen we dat in de volgende race wel even doen. Goed, heel veel posities goed gemaakt. P9, 2 punten erbij als het zo zou gaan eindigen. Ronde nummer 2 is het. Als we daar een beetje wijd gaan in het grind. En raken daar Lance Stroll. En de virtuele safety car is uitgeroepen. Stroll moet dus naar binnen. Door een fout van ons. Gingen daar gewoon te wijd. Kwamen terug de baan op. En raakte Lance Stroll. Moeten niet al te snel gaan bij de Delta. Ocon dus achter ons, Gasly voor ons. We zitten in een Alpine sandwich. Bottas op P11, Norris op P7. Herhaling wat Lance Stroll hier ziet op P10. Regen is al aan het verminderen. In de ronde nummer 2, we gaan daar te wijd. En komen daar de baan op. En ja, het is toch denk ik echt wel mijn fout dat ik Stroll heb geraakt. Ik krijg er gelukkig geen penalty voor. Maar Stroll wel, want ja, die moet dus naar binnen en heel zijn race is gewoon helemaal weggegooid. Kijken wat hij nog kan doen bij de droogweerfase in de race. Stroll dus naar binnen voor een nieuwe neus en nieuwe intermediates. Zitten we in ronde nummer 5 van de race als daar Esteban Ocon is aangedrongen bij ons. We maken hier weer een fout. Ocon ziet dat, gaat naar de buitenkant kijken, maar daar is geen ruimte. Gat naar Gasly is inmiddels opgelopen tot 4,8 seconden. We hebben nauwelijks ERS meer over. Ocon zit in de slipstream. En kijkt naar de binnenkant. Maar kan hem er niet goed nazetten.
Nog steeds een P9 voor ons. Nog steeds 2 punten voor ons. Het zou mooi zijn als we ook in onze tweede race punten pakken. Zou in totaal op 3 punten uitkomen in het coureursklassement. Onder nummer 9 is het als daar Sainz een aanval probeert te doen. We gaan daar een beetje wijd en op het gras. En daar een flinke moment overstuur. Wat kan Sainz? Die kan hier niet zoveel. Ocon dus nu op P11. Gaat naar Gasly, is 8,8 seconden. Is gewoon groot en ik denk niet dat we die Fransman gaan benaderen. Dus we moeten het voorlopig even doen met een 9e positie in ronde nummer 9. Nog 11 rondes te gaan. Geel in sector 2. En Gasly valt uit. Sainz wou daar even aanvallen trouwens, maar dat mag hier niet. Het is hier gele vlag. En net nu we het over Gasly hebben, valt diezelfde Gasly uit. En de virtual safety car is alweer uitgeroepen. Op, ja, niet op de baan, maar in de wedstrijd. Herhaling van Pierre Gasly die gewoon op P8 reed. En voor hem reed dus Lando Norris. Het is hier gewoon gedaan met de Renault motor. Jammer voor Gasly, voordelig voor Ocon die nu op P10 rijdt. En parkeert hem hier bij een Marshall, denk ik. En in diezelfde ronde, ronde nummer 10 dus, duik ik naar binnen voor mijn eerste pitstop. Ik ga naar de mediumband. Prima pitstop, 2,4 seconden en komen denk ik op P11 terecht. Jazeker. P11 met Piastri die nog naar binnen moet. Ja, kunnen wij ervan uitgaan dat we sowieso weer in de punten gaan eindigen in deze race. Of we moeten fouten maken op dit cruciale moment. Want het wegdek is gewoon nog nat. Je kan hier gewoon nog makkelijke fouten maken. Daar ietsjes te wijd. En volgens mij leidt Perez weer de wedstrijd. Leclerc op P2. Inmiddels is iedereen al naar binnen gedoken en wij komen terug op een P8. Sainz hebben wij dus nu achter ons. Vecht voor 4 punten. Wij blokkeren hem daar eventjes mooi. En Charles Leclerc laat even een 1.25.1 noteren. Sainz, zijn teamgenoot op P9, rijdt dus achter ons in de race, in de wedstrijd. Gat is 14e. Ocon op P10, waar rijdt Richard Verschoor? Geen flauw idee, daar een flink moment overstuur op de exit. Met DRS kan Sainz hier aanvallen. En dat doet hij aan de binnenkant. Is er voorbij? Ja, en dat is een beetje wild van mij. Had eigenlijk niet gehoeven, maar ik was gewoon een beetje gefrustreerd en was bang dat ik die positie niet meer kon terughalen. Dus ja, vandaar dat agressief rijgedrag. Geel in sector 2, omdat daar iemand is gespind. Jazeker, dat is Lando Norris geweest die daar een uitstapje heeft gemaakt. En wij komen er pal achter terecht. Gaat voor positie in ronde nummer 13. Nog 7 rondes te gaan. Hebben zometeen DRS. Ga mijn ERS hier even sparen. Om dan nu hem te activeren en proberen om naar Norris toe te rijden. En zometeen bij dat tweede DRS gedeelte echt aan te vallen. Remmen er gewoon naartoe. Nu weer een DRS gedeelte met overtake, slipstream. En we gaan gewoon voor een aanval. Komen van ver en dat is P7. Goed gedaan. 6 punten in handen. Uitstekend resultaat. Gaan er wel een beetje wijd en raken Sainz. En moet daar even oppassen. Sainz moest daar even oppassen dat hij ons niet had geraakt. We stuurden ook wel iets te scherp naar hem toe. Maar goed, we krijgen er geen straf voor. Herhaling wat er gebeurt met Norris. Die is gewoon op zichzelf gespind. Alonso ziet dat en is er voorbij. Ik dacht dat hij het grind had geraakt. Niet waar dus. Daardoor kwamen wij pal achter de Brit weer terecht.
En zo konden wij P7 van hem afpakken. Ronde nummer 15 is het als diezelfde Norris een tegenaanval probeert. Wij hebben de overtakeknop aanstaan. Wij gaan verdedigen, maar we zijn kansloos. Norris is er voorbij. Heeft geen DRS. En wij vallen daar wel terug aan. Charles Leclerc weer met de snelste raceronde. Leidt de wedstrijd voor, ik denk, Sergio Perez. We stappen naar de snelste raceronde met een 1.21.2 volgens mij. George Russell met een 1.23.3. Dan reed Max denk ik een 1.23.4 of een 5. Weet ik niet zeker. En zometeen gaan we ronde nummer 16 alweer in. Norris nog steeds achter ons. Met maar weinig ERS aan boord gaan wij zometeen alles verdedigen met wat we hebben, wat we mogen. Nog eens aan de binnenkant kan er niet voorbij. Nog 4 rondes te gaan in de race. En dan wint Sergio Perez ook de tweede race in My Team Carrera Mode. Verstappen pakt er snel de raceronde van hem af. Hij finisht op een podium. Leclerc naar P2. En wij moeten hier dit nog even gaan verdedigen ten opzichte van Norris. Ten opzichte van Ocon. Het is hier 3 dik. We remmen als laatste. Houden het mooi clean. Ocon pakt nog P8 af van Norris. Wij gaan hier als 7e eindigen. Onze beste resultaat tot nu toe. Een hele goede tweede race. Pakken weer punten. Na onze debuut in Bahrein met een 10e plek belonen wij nu onze tweede race met een 7e plek. Goed gedaan. En is het op naar de volgende wedstrijd. And that's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. Another superb Australian Grand Prix comes to an end then, and it's a thoroughly deserved victory. So, Natalie, what made the difference out there today? Well, they are very much at one with the car, which is a cliche, but it's true. It's not an easy process, and that work is very much paying off. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently. It's clear to see that they've put in the work and they should be proud of the victory they've secured here. Nou, hier ben dan dus de uitleg van de wedstrijd. Sergio Perez wint ook de tweede race van het allereerste seizoen. Leclerc naar P2, Verstappen op het podium met de snelste race op het punt. Wij dus naar P7. En Verstappen krijgt Driver of the Day. Van P3 naar P3. Nou, wat een prestatie. Un video más, mi gente. Me gustaría saber de dónde tú pides el tiempo. Wij van P17 naar P7. Ik snap niet dat wij geen drive op de D krijgen. We scoren helaas op P21. Gasly als enige uitvaller. Perez vergroot zijn voorsprong. Wij dus naar P7 in het constructeursklassement met 7 punten. En P9 in het coureursklassement. 1 puntje achter Fernando Alonso. Tot nu toe een prima debuutseizoen in F1 2023 My Team Carrera Mode. Ik moet nog even wennen aan de naam. Ja, Team McLean, level 5 is het team. Score level 6, wij zijn level 4. Dan even door naar het geld. Wij hebben 10.000 misgelopen. $115.000. En in totaal $972.37.000 op de bank. Maar goed, ik ga deze tweede aflevering in ieder geval afsluiten. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom je het leuk vond bij het nu op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 23 My Team Carrera Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. @GiannanSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Dit was Giannan mensen. Tot
tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben er met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer!